We zijn in Insel de komende week nog om ons voor te bereiden op het NK afstanden, 27 tot 29 december. Nou, nu nog 1 week waarin we hard kunnen trainen voordat we weer een beetje gas terugnemen richting de wedstrijden. Ik was wel blij, het ging bij mij niet helemaal super met de wereldbeker. Dus dan is het wel lekker dat je even gewoon tot rust kan komen hier en ook geen andere dingen aan je hoofd hebt. De ploeg is weer bij elkaar natuurlijk omdat Jorien en Letitia de World Cups in gingen. Alleen Lennart is op dit moment in Japan. Ik heb wel de lijn doorgetrokken. Deze week gewoon nog een goede week kunnen draaien hier in Insel. En is eigenlijk de zaak dat ik vanaf volgende week pas echt de remmen eraf ga gooien richting het NK. Daar moet je natuurlijk die WK-ticket veiligstellen. En dat is wel, dat gaat het seizoen maken of kraken, zeg maar nog, voor het tweede deel.